we zijn hier weer in het Kunstkoetshuis. En wat staat er toch te gebeuren hier? We hebben een experimentele expositie gedurende augustus. En wat houdt dat in, een experimentele expositie? Nou, dat experimentele zit erin dat we eigenlijk niet goed weten hoe het eruit gaat zien, hoeveel het gaat worden. Want hoeveel het gaat worden, ik las in de krant dat ongeveer 29 kunstenaars 3 werken in mogen brengen. En ik dacht, nou, dan zit je al gauw op een kleine 100. Hoe gaan jullie dat hier aanpakken? Dat zal niet gaan lukken, denk ik. Zeker niet als we wat groter werk binnenkrijgen. Maar mensen mogen 3 werken brengen, meenemen. Maar dat betekent niet dat alles ook opgehangen of neergezet wordt. Want de ruimte is wel flink, maar toch beperkt natuurlijk. En passen jullie nog een selectie toe? Nauwelijks. Ja, er zijn natuurlijk mogelijk kunstwerken bij waarvan je zegt, nou, dat kan echt niet. Maar ik denk dat dat erg mee gaat vallen. En het is alleen voor Barenaars? Ja, dat is voorwaarde. Alleen mensen die in Baren wonen of een atelier hebben eventueel, dat kan dan nog wel. Maar wel, je moet wel Barenaar zijn. Ja, ik ben nu op de... en ik schilder tulpen in olieverf. En ik heb al een aantal keren ergens in Baren hier gehangen. Dus, en ik dacht, nu is weer een mooie gelegenheid om ook weer hier te hangen. Dus vandaar dat ik in de rij sta. Nou, ik heb een roos gemaakt. Het was de bedoeling om de achtergrond wazig te maken. Het is niet helemaal goed gelukt en de roos heel scherp. En een beetje een abstract dingetje van een gezicht. Dat lijkt... En dit is een heel ondeugend ding. Mag ik ook even laten zien? Jo. Maar wel heel netjes. Had je ze over de vloer, deze dames? Ja, toevallig ja. Nee hoor, grapje. Ik zeg wel voor de grap, dat zijn de buurmeisjes, maar dat is natuurlijk niet waar. Kijk, dus dat kan een reden zijn om kunstenaar te worden. Misschien wel, ja. Ach. Succes. Dank je wel. Ja, fotografie en mixed media, ja, kunstbeelden, zeg maar. Laat het eens eens zien. Kijk maar. Deze onder andere. En dit is van één serie eigenlijk. Dat heet Diadarmies. En ja, daar heb ik eigenlijk 35 zelfportretten op een andere manier bewerkt. Dit is dan met acryl. Of acryl, ja, verf. En ik doe ook met waterverf of zeefdruk of inkt. Bewerk ik ze op elke keer een andere manier. En dan wordt het eigenlijk 35 verschillende karakters. En personages, dus dat is wel heel leuk. Maar je beheerst dus heel veel technieken. Ja, nou, ik ben ermee aan het experimenteren. Dit is ook echt een experiment. En zelf vind ik het resultaat wel erg leuk. En ja, verschillend vooral. En dat maakt het heel leuk voor mij. Ja. Ja, goedemorgen meneer. Wat heeft u meegenomen? Nou, ik heb een hond meegenomen. En een metselaar. Die is van de kathedraal van 's-Hertogenbosch. Die bouwt aan de kathedraal. En een oud winterlandschap. En alle 3 dus door u gemaakt? Allemaal door mij gemaakt. Exposeert u vaker? Nou, ik ben een keer aan de bibliotheek geweest. En in de wintertuin. Maar verder niet. Dus u bent een echte Barenaar? Ja, echte Barenaar. Nou, ik heb ook wel geëxporteerd in het Witte Kerkje. Jaarlijks is daar een tentoonstelling. Met al die verschillende dingen. Ja, het gaat steeds spannender worden. Maar ik zie ook hele leuke dingen ertussen. Absoluut. Maar hoe zou je zoiets noemen, zo met zoveel verschillende soorten en stijlen? Nou, het woord wonderkammer
komt in me op. In het gemeentemuseum in Den Haag, daar hebben ze een wonderkamer. Daar hangt echt van alles door elkaar. En dat vind ik heerlijk om naar te kijken. En ik denk dat het een beetje die kant op gaat. Ineke, die hoorde dat ik wat vroeger veel en nu wat minder textielwerk maak. Dus ze zei, dat hebben wij nooit, textielwerk. Dus ik dacht, nou, laat ik de stoute schoenen aantrekken. En Sylvain, mijn man, die treedt wat meer naar buiten. Dus ik dacht, laat ik ook eens eventjes laten zien wat ik maak. Ja. En ook zo totaal anders dan wat uw man maakt? Ja, ik ben van het kleine werk. Ik laat me wel eens over naar iets groots, maar daar voel ik me toch niet veilig bij. Ik vind dit heerlijk. Textiel nodigt ook uit wat subtiele dingen, omdat het wat rafelt en ruimtelijk kan werken. Dus ik voel me hier heel plezierig bij. Ja. Ja. Nou, meneer Koolmees, u bent van alle markten thuis. Wat is dit nou weer? Ja, ik schilder een jaartje of 14. Maar ik ben nog nooit naar buiten gekomen, dus ik kom nu voor het eerst een beetje met mijn werk naar buiten. En nu dit is maar een deel van alles hoor. Ik heb er nog een stuk of 80 thuis staan. En waar doet u dat thuis? Ik heb een zolder met heel veel licht. En dat trekt me even heerlijk terug. En uit mijn gevoel ben ik aan het schilderen. En gebruikt u altijd dezelfde techniek? Nou, ik ben de laatste jaren wel wat veranderd. Ik schilder nu vanuit mijn gevoel. Het valt gewoon op het doek eigenlijk. Dus... Dat is die daar in het midden. Is bijvoorbeeld het gemeentehuis. Hier in Baarn? Ja. Ja, ik zie het. Kijk, dus de rode loper ligt uit. En er loopt iets over de rode loper. En die probeert het gemeentehuis binnen te komen. Een slang. Dus het zit in feite vol met symbolen, zeg maar. En het is olieverf? Olieverf, ja. Op linnen. Hallo. Hallo, hi, die Hans. Hoi. Hans, wat kom je brengen? Paneeltjes. Ik heb een paar oude kastdeurtjes ooit eens gevonden. En daar had ik er eentje van beschilderd. En toen kwam deze expositie. En toen had ik zoiets van, nou, heb ik nog een paneeltje? Dus dat heb ik van de week nog even snel gemaakt. En iemand die zo'n oude keuken heeft, zou ze het leuk nog weer in de aardacht? Nou ja, nee. Nee, dood zou... Dat zou niet, dat zou zonde zijn. Hoe kom je aan het onderwerp? It's all in the mind. Het zijn twee vreemde combinaties met elkaar. Of tegenstellingen combineren. Zoals een machine raketachtige helm met een levend gezichtje erin. En dat heb ik hier omgekeerd. Een soort van sjaal, tulband, waar een soort van... blikken, auto-achtig frontje uitsteekt. Dat is het eigenlijk.